Elke stad heeft zijn eigen geschiedenis, charme en culturele hoogtepunten. Voor wie zich tijdens een stadsbezoek hierin wil verdiepen, kan het museum niet achterblijven. De gemeente Rode heeft zo ook een aantal beeldige musea waar u onder meer een nostalgische reis kunt maken naar het verleden. Hallo allemaal, ik ben vandaag op bezoek bij Museum Havezate Mensingen. Hallo! Hallo Ellen! Ja. Leuk dat je er bent. Ja, ik vind het zelf ontzettend leuk. Als kind speelde ik hier op de boerderij, maar ook heel veel hier in het huis. Dus ik ken het huis wel, maar wat is dan precies het museum? Het is een heel groot deel van de originele inventaris is nog bewaard gebleven. Hebben jullie alles gewoon, alle oude dingen mooi bij elkaar gezet? Ja, en het is het leuke voor de bezoeker, die kan dat dan ook ervaren hoe dat was. Om te wonen? Ja, om er te wonen. Er zijn allerlei spannende plekken, geheime kamertjes en verborgen laadjes. Dankjewel voor deze speciale ontvangst. Ik kom heel graag terug. En ik zou eigenlijk willen zeggen, mensen, kom ook kijken. Als je toch in Drenthe bent, kom even langs in Roden. En kom naar Museum Havezate Mensingen. Geniet ervan. Doen! Hilarieke Scheepstra en heeft onnavolgbare boekjes geschreven voor het onderwijs. Die zijn bijna 70 jaar gebruikt. Wij willen echt als mensen komen dat ze het kunnen beleven, hoe het onderwijs vroeger was. Je gaat echt terug in de oude bankjes, je ziet een oud schoolbord en je kunt schrijven met een lei en een griffel. En dat vinden kinderen magisch. Wij hopen als je in het Scheepstra-kabinet geweest bent, dat je je dan even weer gevoeld hebt terug in de tijd en hoe dat vroeger was om te leren lezen. Zijn mooie verhalen, het culturele erfgoed en die mooie tekeningen daarbij van Jetsus. Als je die één keer hebt gezien, vergeet je ze nooit meer. Speelgoedmuseum Kinderwereld in Rode is het enige museum in Nederland dat zich volledig concentreert op het presenteren van het cultureel erfgoed speelgoed. Maar dan niet alleen het fysieke speelgoed, maar ook de spellen en de herinnering aan de spellen. En dan is het een museum waar je kunt kijken, waar je veel kunt beleven en waar je vooral heel veel kunt doen. En dat over de generaties heen. Ga naar museumtv.nl om ook de volledige films over deze of over honderden andere Nederlandse musea gratis vanuit uw luie stoel te bekijken. En abonneert u zich op dit kanaal en onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze nieuwste content. Dank voor het kijken.